This is the Honey Flow. En de honeycomb, dat je altijd? Goed. Ja, toch? Goed, maar kijk die contour, jongens. Kijk even, kijk. Zie je dat? Honey, kom hier voor de show. Er komt iets heel leuks aan. Wij gaan iets doen, maar wat we gaan doen, blijf kijken. Mijn naam is Kleiner! Hey, ik ben Lil Kleiner! Linkerbaan! Oh joh, fuck up, bro, hoe is het? Ik wil heel bekend worden, echt waar. En ik blijf rappen omdat ik het leuk vind. Maar het zou me nog leuker lijken als ik gewoon dat iedereen me herkent, lijkt me wel leuk. Ik heb altijd, maar altijd ligt mijn schrijfblok op mijn bureau. En dan kijk ik gewoon en dan denk ik van ja. Ga ik een beetje zinnen bedenken en zo. Dat rijmt. Ik vind het niet zo. Ik vind je niet echt een echte rapper als je niet je tekst zelf schrijft. Dus dat doe ik ook zelf. Ik wil mensen ook iets vertellen. Dat is je mooie Lil Kleiner. 2015 was zeker niet voor jou. Al mijn hits die waren heet, jouw pokkers waren lauw. Ik weet het, ik zie je kijken naar mijn vrouw. Ik ben met Horny en een skus, zet je er eens over blauw. Vroeger wou je shit zeggen, maar nu moet je niks zeggen. Elke maand een nieuwe nummer, want je bitch blijft bellen. Fok die nippe rappers, het gaat sowieso fout. Maak een pokkel met Kleiner, je gaat sowieso goud. Hey, het is je boy, Lil Kleiner. Een hele goede avond. Oh jawel, de avond is nog niet afgerond. Oh jawel, ik heb een kleine foutje gemaakt, mensen. Ik moet jullie wat bekennen. Ik was gewoon vergeten dat het vandaag was. Top down tour van Lil Kleiner was ik gewoon helemaal vergeten. Hij belde me op en zei, hey bro, je komt wel vandaag, hè? Ik zei, wow. Hij zei, ja, je moet wel komen, want je moet me knippen en we gaan een dikke vlog maken. Hé, hey, luister, we zijn er. Ik heb snel gehaast en alles en noem het maar op. Maar we gaan eventjes knallen, we gaan eventjes lachen en we gaan kijken hoe gek de fans uit hun dak gaan. Ik zou zeggen, let's go. It's your boy, Hani Hana. Ja toch, ik heb een grote vriend meegenomen. Vertel eens wie je bent. Ik ben Jari. Hé, hey, jou. Jari heeft gewoon een Hani shirt aan. Laat ze even zien. Hoppa. Hij is een grote fan van niemand minder dan Lil Kleiner. En ik dacht van, laat me deze jongen even verwennen. Heb ik even een meet and greet voor je geregeld, toch? Ja. Gaan we ervoor? Ja, natuurlijk. Ja toch, en wat zeggen we altijd? Hani Koop doet je altijd goed. Dat bedoel ik, baby. Let's go. Kijk wie hier is, dames en heren. Louis, oh jawel, de beste fotograaf. Maar we zijn er, we zijn er. Wat is die kleine? Wat is die? Ik zie hem niet. Kijk hem daar al. Wow, gelijk weer aan de champagne. Wow, man. Gelijk weer. Wow. En de honeycomb, met jou altijd? Goed, ja toch? Hoe is het, jongen? Ongelooflijk. Uitverkocht en oh. De vervelendste, de knapste, de irritantste, de mooiste, de beste vlogger van Nederland. Alles, met alles. Alleen maar liefde voor jou. Vandaag gaan we weer een top item maken. Tof item maken. Die laatste item zei iedereen van, ja, je moet meer met een Lil Kleiner doen. Ja, dat wordt het meest bekeken, toch? Dat heb je. Ja, die bed is hey, je draait, hè? Ja, toch? Ik zie hier die. Ik draai al vanaf dag 1, bro. Jij hebt ook nooit, dat is waar, jij hebt ook helemaal nooit gezegd dat je niet draait. Ja? Nee. Mensen die zeggen altijd, nee, dat valt niet. Zolang je gelukkig en gezond bent, is het belangrijkste voor de rest, toch? Inshallah, inshallah. Heb je een nieuwe klok? Ik zou het wel mooi vinden als je ook maar... Dan moet je collectie toch even bijvullen, toch? Ik heb er nog maar eentje. Hey, maar luister, ik zag laatst dat je een nieuwe auto verkocht. Ja. Maar bro, hij is te groot voor je toch, die auto? Ja, maar... Kun je iets kleiner nemen? Dat is het ding. Want Lina heeft een kindersitje, dat weet je, in zijn auto. En jij? Ik heb ook een kussentje en een Louis Vuitton kussentje. Oké. Okay. Luister, het is je boy Hani Hanna met Lil Kleiner. Blijf kijken, er komen zoveel leuke dingen aan. We gaan gek doen, we gaan hem knippen, we gaan voor een Hani Koop. Van de Hani Koop doet je altijd? Goed! Hani Hanna. Ja toch, we zijn er. Een van de beste kappers van Nederland. Knip jij gewoon bij hem. Wat een slijmbo, ongelooflijk. Waar ga je gelijk slijmen voor? Gelijk slijmen. Moet ik een ketting kappen? Nee. Ik wil lang op die kettingen, je weet het. Wat een leuke dag, hè, vandaag. Ja, sowieso. Ja toch? Ja, ja. Ik heb een kleine verrassing, zoals jullie weten. Ik heb Kleine hier bij me. En kijk eens aan, Jari. Dag jongen. Hoi. Hoe is het met jou? Ja, goed. Hoe heet je? Ja. Hoe oud ben jij? Ik ben 10 jaar. Je lijkt 12. Die spierballen. Kom, ga je zitten. Ga je naast me zitten? Sta eens even naast elkaar voor 1 seconde, jongens. Kijken. Ja, of 2 jaar is weer langer dan. Ja, tuurlijk. Jongen. Breder is hij al. Meer spierballen dan. Oh, jawel. Ga eens even zitten. Vertel. We hebben een cadeautje voor hem, hè? Ja. Van mij een cadeautje. Alsof ik niet genoeg doe. Ja, die vroeg mij, maar is dat wel een goede maat? Ik weet niet, hij wel een kindermaat, maar dat heb ik geprobeerd voor een S'je, toch? Ja. Mag ik kijken? Ja, natuurlijk. Let's go. We weten dat hij van Louis Vuitton houdt en alles, maar hij gaat overschakelen. Kijk. Moet ik me niet het lelijke gezicht van hem doen, toch? Nee, gelukkig niet. Oh, joh. Zie je, zo praat je op mij, hè? Dat doet hij ook in zijn vlogs, toch altijd? Wat een dikke. Kijk, dat vind ik leuk. Is hetzelfde jij aan, hè? Nee, ik heb het soort. Ja, precies.
Laat ze even zien aan de kijkers thuis, die willen natuurlijk zien wat het is, hè? Geen Louis, maar een Hardy shirtje. Oh jawel, zo doen we dat, portverdikkie. Dankjewel, Piet. Dankjewel. Nou, moet je ook weer leuk of niet? Nou, ik ben blij. Ben je blij? Ja. Je bent morgen jarig, hè? Ja. Echt waar? Wat? Nee, ik ben morgen. Maar je was gisteren jarig, maar je viert morgen, toch? Nee, woensdag was je jarig. Woensdag was je jarig en je viert morgen, toch? Ja. Oké, dan gaan we klein, even 10 seconden voor je zingen. Weet je dat? Ja, is goed. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de... Gloria. In de... Gloria. In de gloria, in de gloria. Ik ben Hoera! Nou, nu heb ik iets voor jou natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik heb een vraag, mag ik met jou een foto opnemen? Ja, natuurlijk. Heb je een telefoon bij? Nee, maar. Wat zei je laatst tegen mij? Toen iemand anders naartoe kwam en die wil ook een foto met jou. Je zegt tegen mij alleen maar mijn chickies maken foto. En nu ga je met jou bijna foto maken. Nee, door mij heb je heel veel chickies krijgen. Kom. Fuck! Alsjeblieft, jongen, high five. Top! Top. Doe je best op school, hè? Ja. Wees goed voor anderen. Ja. Zorg dat je gezond blijft. Ja. En probeer rijk te worden. Dat is ook heel belangrijk. Het mooiste van alles is, ik geef hem een cadeautje samen met Jari, vergeet hij het. Ja, het is, dat is zie je? Dat is heel alles gaat hier. Alles. Ik denk alleen maar aan Louis. Honey. Ja, toch, gaan we even brengen naar de zaal. Want je gaat feesten, hè? Ja. Dans even, dans, hè? Hey. Soms moet je investeren in die liefde. 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 Altijd als je langs loopt. Nee, dit is niet net. Nee, dit is al lang. Ja, toch, we gaan voor een Hanico. Want Hanico moet je altijd slaan. Voor de mensen die denken dat we in een coffeeshop zijn, nee, we zijn gewoon eventjes in Haarlem. Sowieso, kom eventjes hierheen. Hier mag hij alles doen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan toch? Zeg je altijd. Hey Hanni, hoe is het nou? Heb je asbak of zo? Nou, je weet zo vervelend om tegen die klanten van in je vlogs, hè? Het zijn allemaal gasten, het zijn allemaal vrienden. Ongemakkelijk maak je het altijd voor ze, jongen. Sowieso. Ja, toch, we zijn er klaar voor, of niet? Laat ze even zien, links, rechts. Dames en heren, Hanni komt dat je altijd slecht. Slecht. Wat vind ik? Kom ik helemaal speciaal voor hem, zegt hij slecht. Wat een liefde weer. Kijk, goed, maar kijk die contour, jongens. Kijk even, kijk. Zie je dat? Hanni, kom hier voor de show. Mwah. Sowieso, we gaan ervoor. Blijf kijken. Hoe gaat het met mijn mensen in het midden? Hoe gaat het met mijn mensen links? Maar dames en heren, hoe gaat het met de mensen op de tribune? Jonna, vrees jullie iets of niet? Ja toch? Voor de mensen die hem niet kennen. Ha, check de link in de beschrijving. Check zijn muziek sowieso. Sowieso. Ik moet eerlijk zeggen, dit is de eerste keer dat ik je ontmoet. Mm-hmm. En ik zag je net even daar optreden. Ze gaan gewoon allemaal uit hun dak. Van links naar rechts. Ja toch, verbaasde mij sowieso. Of kwam het gewoon dat ik daar stond met die camera? Ja, ik denk het wel, maar misschien wel, maar broer. Ja, wat kunnen we van je verwachten? Want ik zeg je eerlijk, je bent nu ook uit het niets in één keer bam. Hoe lang ben je in de game? Anderhalf jaar of zo in de game, maar veel langer bezig. Ja? Ja man. En wat je van me kan verwachten is 14 oktober sowieso de Blessed EP. En gelijkertijd een clip man. Clip? Sound, nice. Goeie dingen. Luister dan. Maar kijk eens op Hanni. Gooi iets! Gooi freestyle of zo man. Gooi freestyle. Jij of ik? Jij broer.
Oké, jij begint. Het is een klein stukje, man. Maar 14 oktober, check Spotify, check overal. Shout-out naar Hani Hanna, sowieso liefde. En binnenkort gaat hij met mij mee, gewoon een dagje, man. Sowieso. Flexing, sowieso. Jonah Frezen, ja, toch? Je weet zelf, wie weet het beter. Binnenkort zijn EP, je weet sowieso, download dit shit, want het is sowieso oké. Hani, kom weer eventjes. We doen het eventjes. Maak je maar niet druk, neem het even over. En dan maar met zijn EP, woe. Game 14 over. Oktober. Hey shit! Besef je hoe hard het leven is? Zelf werken en rennen voor je dingen, man. En sowieso, in het leven is het geven en nemen. En nemen sowieso. Dus als je iets doet voor een ander, krijg je het sowieso terug. Dus als je iets slechts doet bij een ander, krijg je het sowieso terug. Sowieso. Nogmaals, ik wil je bedanken, bro. Ja, toch sowieso. En binnenkort gaan we sowieso even doen. Even die fans laten zien hoe jouw leven eruit ziet. Ja, toch, ga even kijken of die het kent. Wat zeggen we altijd? De Hani komt het je altijd? Goed. Ja, toch? Wat? Kijk, deze toch. Kleine Edgar Davids hier. Nogmaals, blijf kijken. We gaan gewoon door. We gaan even kijken wie er nog mee allemaal is. Er zijn veel artiesten. Veel artiesten hier. Sowieso moet je ze even. En een dikke SO naar Leo Kleine. Ja, toch, sowieso. Let's do it. Een dikke SO naar Hani Hanna. Een dikke SO naar mezelf. Lil Kleine is er bijna klaar voor zijn tweede show. Ik hoor jullie niet! De winnaars zien nog keihard mee zingen met deze! Kom op en dans er mee, vanavond wordt er leed, branden aan de mensen zijn. Julian Jordan. Ja toch, het is Michael Jordan, je weet het zelf. Hoe is het jongen? Goed man, met jou? Ja, goed. Vertel eens even, de mensen kijken nu van, oké, Hani, wie is dit nou weer? Dames, deze jongen maakt hits, hits, hits. Werkt met Martin Garrix, Justin Bilo, iedereen eigenlijk toch? Sowieso, Ruby Prophet, shout-out. Wat kunnen we van je verwachten? Veel nieuwe shit, nieuwe plaat met Martijn. Mensen denken, Martin Garrix. Oh jawel. Ja. En eigen feestje aan de ADE, vanavond bij Lil Kleine. Ik heb er zin in. Sowieso, ik ook. Dankjewel. Binnenkort gaan we wat leuks doen, ja? Sowieso. Gaan we even de kijkstaat zien, ja? Nogmaals, dankjewel. Ik zie je later, hè? Later. Ja, toch. En de volgende artiest is... Linkerbaan. Oh, jawel. Fakker, bro. Hoe is het? Seven alias. Oh, jawel. Geen grapjes met een man. Je komt de scene binnen, maakt een track. Bam, iedereen kent je. Je maakt nog een track. Bam, iedereen gaat aan de linkerkant. Niet gaan rechts rijden, gaan links rijden. Hard rijden op de straat. Bro, hoe gaat het op de supermarkt? Je komt de supermarkt binnen. Ze gaan allemaal naar links en je pakt hem rechts aan, toch? Hè? Of niet? Gaat het zo niet, hè? Eerlijk. Ja, ik ga niet naar de supermarkt, ik ben vaste klant van thuisbezorgd.
Ja? Serieus? Thuisbezorgd. Ga lekker reclame. Hey, ik ga ze even snel connecten. Want hey, dat is een makkelijke reclame voor je thuisbezorgd, man. Je moet hem betalen, man. Ze moeten jou betalen en mij betalen, bro. Snap je? En luister, wat voor bezorgers komen? Dankjewel. Kijk, kleine verstopt de hele interview. Ja, tuurlijk. Wat hij net deed, wat hij net deed voor jou. Kleine, kleine. Dat je hier zo begint. Wat zeg ik? Al zie je, ik ken hem wel, ik weet niet of jij hem kent. Als je hem niet kent, doe je researches. Ja, toch. Seven alias is dit. Soldaat, man. Hé, hey, maar zo, even tussendoor, hè. Geniet van je shows, man. Hey. Tuurlijk, het is mooi. Het is mis voor en het mooiste van alles is, hij nodigt al zijn vrienden uit, al die artiesten, hij deelt zijn succes. Iedereen maar je moet het zo maken, als de muziek maakt in Amerika is, je moet veel in Amerika. Ik weet dat. Die mensen zijn niet vies van het samenwerken. Dat is mooi om te zien. Als je iedereen samenbrengt en je succes deelt, dan vermenigvuldig je je succes ook tegen de tijd. Jezus, dit is mooi. Wat heb ik gedaan? Vind je wel? Nee, He? Ik kom uit de Jok, jeugdgevangenis. Ik zie je zo, bro. Sowieso. Luister, voordat we weggaan, want er zijn zoveel artiesten bezig. Mijn compliment naar jou sowieso. Je doet het goed. Ik luister je track sowieso. En het mooiste van alles is vandaag. Was ik toevallig naar een gehandicapte school gegaan, waar gehandicapte kinderen zeg maar, worden verzorgd. En toen waren bepaalde personen uitgenodigd die kwamen niet opdagen. Toen werd ik last minute gebeld, Hani. Er zijn zoveel kinderen die zijn gek op jou. Kan je alsjeblieft komen om je gezicht te laten zien? Bro, ik was aan het werk, ik skipte mijn werk gewoon. Als ik gehandicapte kinderen kan helpen, dan doe ik dat. Weet je toch? En terwijl er niemand op komt dagen, dan moet je er gewoon voor zijn. En we kwamen daar aan, het was een beetje leeg en op een gegeven moment. Ik pakte mic op, mensen gingen los en we draaiden ook het nummer van jou. Linkerbaan. Gas. En ik zeg je eerlijk, het is zo mooi om te zien vooral die zieke kinderen dat ze gewoon losgaan op je tracks. We proberen gewoon muziek voor iedereen te maken. Dat is belangrijk. Sowieso. Iedereen een beetje naar je kan luisteren, iedereen een beetje van je kan genieten. Sowieso. Thanks. Een kleine vraagje, wat gaan we van jou verwachten? Wat komt eraan? Mijn album komt eraan. Wanneer? Wanneer? Oktober, eind oktober. Ik mag nog geen datum noemen. Maar eind oktober komt mijn album eraan. Oké, hij mag geen datum noemen, geen probleem. Ik maak het makkelijk voor jullie. Check de link in de beschrijving. Volg natuurlijk Seven Alias op Instagram. Houd je op de hoogte natuurlijk, toch? Sowieso. Nogmaals, dankjewel. Wij gaan door naar de volgende. Hé, hey, liefde. Sowieso. Ik hoop je snel te zien. Gekke shit. Publiek. Alleen maar liever man. Alleen maar liever man. Shout out naar Lil Kleine, Anja, naar Polska. We zijn hier man. Hey!
voor kleine nichtje Sadie. Luister, jij weet welk nummer we gaan doen, hun weten dat niet. Ga je het doen? Je kan het toch? Wat heb ik je geleerd? Je bent de baas over jezelf, nooit verlegen zijn, wij zijn dit. Hey, tik hem aan. Ik vind het super. Weet je wat het is? Vakantie is goud gegaan. Ik heb een meisje op mijn slot, dat van de bossen zijn op goal. Die streken mannen thuis van mijn moneybiers. Fuck je nieuwe hip, vrienden, je kan chillen in je sms me openvoegen, Lucas, wat je maakt op boos. Ik maak geen woorden aan je vrouw, je komt op bellen als je helpt. Ik wens je heel nergens zoeken en geen plek meer waar je vrouw staat. En zal mijn haar redden dat de zon opkwam. En misschien was je me gelukt, maar misschien was je ook ondergaan. Zeg dat niet, hey. Hou je mond in je stem, zijn jij been wat jij zei. Ik was echt verliefd. Ik was erg verliefd. Op jou totdat jij mij niet ziet. Dat je mij niet ziet. En hoe jij bent. Waarom kan je dit doen? Alsof je mij niet kent. Oh, dat is niet goed. Als je dat doet. Zeg je niet voor mij. Ik hou van je. Ik ben echt blij voor je, man. En ik vind je dit zo passend. Hey! Ik kan je niet laten. Heineken Musical, ik was niks zonder al deze man. Laat je alsjeblieft horen voor mijn fucking vader! Goedemiddag,
voor nog. En ik heb ook weer een Ja, toch voordat ik zo meteen ga afsluiten met Lil Kleine, wil ik even introduceren aan niemand minder dan Armand. En we hebben nog een grote man. Een grote man, vertel. Mijn tweede vader, hè? Mijn tweede vader. Ja, tweede vader. Ja, dat is gewoon echt een zoon, dit. Ja? Niks te zeggen. Nou, meneer, dan wens ik veel succes als dit uw zoon is, hoor. Ja. Ik blijf van hem houden. Dat betekent nog één liefde zoon. En wie bent u, meneer? Vertel eens even voor de kijk zelf. Mijn vader en de vader van Jorik. Ja, die lijkt wel op elkaar. Alleen één verschil. De ene is kleiner, de andere is groter, toch? Ja, maar dat mag. Maar baas boven baas, zeggen wij. Absoluut is dat. Maar ja, maar is grote kleine. Oh jawel. Maar ik heb één vraag aan u. Vertel. Wat doet dit met u? Ik vind ik ben dolgelukkig. Ja? Trots op hem, maar hij heeft het zelf gedaan. Ja. Hij heeft het echt helemaal zelf gedaan. Nee, hij heeft het zelf gedaan. Ja. Maar zonder moeder en vader kan je geen succes bereiken. Ja, ik zeg altijd tegen hem, ik heb alleen een beetje liefde gegeven. Ja. Dat is wel belangrijk, maar dat is het enige wat ik... Maar dat is het enige wat een kind nodig heeft. Liefde van je ouders. Absoluut. Dat maakt je sterk, toch? Deze man, één en al liefde. Ja. Ja. Hey, wat een slijmbal allemaal. Wat slijmen jullie allemaal, jongens? Ik wil nog één ding vragen. Kom jij, ja. Ik wil nog één ding vragen. Ja, maar je zei één, maar dit is twee. Ja, oké, maar ik wil nog alleen vragen. Wat wilt u tegen uw zoon zeggen? Dat hij me gelukkig maakt. En we zijn super trots. En super trots ben. Dames en heren, de avond is afgerond, maar deze man kan ik niet voorbij laten gaan. Ronnie. Lekker, hoe is het, broer? Ja, lekker wel met jou. Ja, sowieso. Ik moet eerlijk zeggen, ik geniet van jouw shows, maar ik geniet van deze man. Podium, fans gaan uit en dacht, toen jij opkwam, had je dat niet in de gaten? Ja, ik wist het. Ik ga je eerlijk zeggen, het was op een gegeven moment zo stil en ik kreeg op een gegeven moment kipvel. Al die mensen die op een gegeven moment schreeuwen van Ronnie Flex, gewoon, dat is zoveel liefde geven. Dat geeft je zoveel energie, man. Ja, maar zeker. Wat je zegt, die mensen, die energie die we geven, je krijgt het alleen maar terug, man. Daarna word je zelf alleen maar je voet daarop, toch? Ja, man, gaat alleen maar beter. Sowieso, kunnen we nog wat verwachten van jou? Ja, maar komt eraan. Nieuwe album komt er snel aan. Hey, nieuwe album, Ronnie Flex? Wanneer? Dat is nog ergens volgend jaar, maar ik durf er nog niet te zeggen. Weet je wat, ik maak het makkelijk. Heel simpel, Instagram Ronnie Flex, ja, 010 sowieso, ja, toch? Ja, toch? Volg hem op Instagram, dan hou je gewoon alles in de gaten. En nog iets, hè? Luister, je gaat niet geloven. Er komt iets heel leuks aan. Wij gaan iets doen, maar wat we gaan doen, blijf kijken. Sowieso, rustig aan. Ja, toch, we gaan naar Lil Kleine. Hoppa! Het is de L-I-L en je weet wat ik wil. Het is Lil Kleine. Hoppa! Fucka, bro. Oh, kijk, je hebt de echte expliciete beelden, hè? Sowieso. Niemand heeft met mij gefilmd nog toen ik afkwam. Ik vond het fucking lit. Ik vond het super lief en fijn dat jullie er waren. En ik vond het fucking fijn dat jij er was. Sowieso. Ja, kijk, hij belde me op. Hij zei, Hani, ik heb je vanavond nodig. En ik moet eerlijk zeggen, ik was eigenlijk een soort van vergeten dat het vandaag was. Hij zegt, is het vandaag al? Is het vandaag al? En je zei, je moet komen, hoe dan ook. En ik ben gekomen. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben trots op hem. Maar altijd elke post zie je van artiesten. Last minute, Hani Hanna. Maar ik ben er sowieso. Altijd. Mr. Last minute. Maar luister, Lil Kleine, nu wil ik je wat vragen. Die kijkers die denken van, hey Lil Kleine, wat gaan we van je verwachten? Wat komt er aan? Heb je een kleine voorproef? Heb je iets? Een nieuw album. Wanneer mag ik niet zeggen? Rond de kerst een beetje, zo kerst. Oh, dus het komt wel snel. Jawel, als het echt koud is. En veel liefde, man. We moeten Nederland veranderen. We moeten Nederland, dat als je langs rijdt in een race over, dat mensen naar je zwaaien zeggen, hey, top man. Mensen moeten elkaar meer gunnen. En we gaan verandering brengen.
nice. Positiviteit brengen. Luister, deze item is speciaal gegaan over Lil Kleine, maar ik vind, ja, hij weet niks van wat ik nu ga zeggen. Ik vind eigenlijk dat we één diehard fan van jou, diegene die met de mooiste reactie komt, jou moeten blij maken. Diegene die met de mooiste reactie komt, echt de mooiste reactie, plaats hem op Instagram. Wacht, plaats hem op Instagram, tag mijn en Lil Kleine erin. Ja, de winnaar, diegene die met de mooiste video of mooiste fotopost komt. DM hem ook. DM. Ja, DM ook mag ook, ja, want niet iedereen wil hem zomaar posten. Of tag sowieso ons erin. Degene die met de mooiste video of foto komt, met de beste reden, die nemen wij mee naar de show. En wat we doen, we gaan ook, of we nemen hem mee naar de show, of ik kom gewoon een keer bij jou knippen. En dan laten we diegene, kan die langskomen. En dan kan die ons ontmoeten, als jij mij knipt. Ja, en dan doen we gewoon een kleine sessie in de kapsalon. Een kleine showtje, vind je daarvan? Wie weet. Ja, toch? Dames en heren, dit was Hani Hanne, Lil Kleine sowieso. Check dan maar, link in de beschrijving. Volg me op Instagram. Check zijn YouTube kanaal natuurlijk. Er komen natuurlijk super veel toffe dingen aan. Dit was Hani Hanne. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren. Nogmaals, thanks. Hou van jullie allemaal. Wow. Dames en heren, Hani Koep, dat je altijd goed, baby's. Het is je boy, Lil Kleine. This is the Hani Flow.